We zijn hier in het Hubrecht Instituut. In dit laboratorium is een jaar of 11, 12 geleden de eerste stap gezet om menselijke mini-orgaantjes te kweken. Die noemen we ook wel organoïden. Dat zijn piepkleine structuurtjes, een millimeter groot, die we groeien uit stamcellen van individuele mensen, patiënten of gezonden. En die mini-orgaantjes die zijn eigenlijk hele goede kopieën van een echt menselijk orgaan. Daar kunnen we fantastisch wetenschappelijk onderzoek mee doen. Jos Pielagen is een 67-jarige Nederlander, al lang COPD-patiënt, maar ook een van de eerste patiënten die corona opgelopen heeft en begin van dit jaar door te gaan skiën in Noord-Italië. En Jos gaat mij een aantal vragen stellen op de iPad. Hans, bedankt dat ik je een paar vragen mag stellen. Mijn eerste vraag. Als het inderdaad lukt om een stukje mini-long met longblaasjes te maken in jullie laboratorium, zo'n zogenaamde organoïde, welke toepassingen zijn er dan? Ja, misschien moet ik eerst even wat uitleggen over de opbouw van de long. Er zijn eigenlijk twee belangrijke onderdelen aan de long. Het is de luchtwegen, de luchtpijpen, waardoor de lucht in en uit de long kan gaan. En aan het einde van die luchtwegen zijn de zogenaamde longblaasjes. En daar vindt de uitwisseling van zuurstof en van koolzuur uit. En dat is natuurlijk eigenlijk waar we een longen voor hebben. Bij COPD is het grote probleem dat die longblaasjes langzaam maar zeker verloren gaan. Die wandjes die verdwijnen, de ruimtes worden steeds groter en het wordt steeds minder makkelijk voor een COPD-patiënt om zuurstof en koolzuur uit te kunnen wisselen in de long. Nou, al onze organen kunnen zichzelf repareren. Sommigen kunnen dat veel beter dan anderen. Dat doen organen doordat er stamcellen in wonen, als het ware. En die stamcellen die zijn er enorm goed in om vast te stellen dat er schade is, dat er cellen zijn verdwenen. En die delen dan snel en die vervangen die verloren gegaane cellen, waardoor zo'n orgaan weer normaal kan functioneren. Nou, naargelang je ouder wordt, word je daar minder goed in. Dat is een belangrijke oorzaak van ouderdom. Maar allerlei ziektes kunnen dat proces versnellen en COPD is daar een uitgesproken voorbeeld van. Dus als wij die longblaasjes kunnen kweken in het laboratorium, kunnen we ten eerste veel beter begrijpen hoe een long zichzelf repareert. Maar we hebben ook het weefsel in het laboratorium wat we eventueel zouden kunnen gebruiken om terug te geven aan de patiënt om die long eigenlijk van buiten af te repareren wanneer een long dat zelf van binnenuit niet meer kan.